Robbe van Rijskesvelde, zaterdag staat de derby tegen SK Deins op het programma. Als ik me niet vergis, is het de eerste keer voor u dat je dat duel speelt. Is er sprake van een derbygevoel bij de spelersgroep? Merk je dat? Ja, dat is toch wel een speciale wedstrijd. Er zijn niet zoveel derbies nu in onze reeks. En tegen Deins is het altijd een mooie wedstrijd. Dus we hopen zeker dat er wat volk is en dat we ons de drie punten hier kunnen thuishouden. Het is onder meer de ploeg van Kevin Frans, Jérôme Misien, twee ex-spelers van Oudenaarde. Maar wat weten we nog over hen? Wat voor ploeg is het? Ik denk dat we vanavond wel meer zullen te weten komen van Deinze. Door de trainer die wel wat beelden zal tonen en zo. Dus we zullen dan wel de sterke en de zwakke punten van Deinze te weten komen en zullen er vanavond nog verder op trainen. Sinds enkele weken speel je nu centraal op het middenveld en niet meer op de vertrouwde centrale verdedigersplaats. Was het aanpassen voor jou? Hoe liep die omwisseling voor jezelf? Ja, dat is natuurlijk een hele aanpassing. Ik speel graag ook in het middenveld. Kunt u meer uitleven, meer aanvallend en ook verdedigend ook uw taak tot de ploeg bijbrengen. Het was zeker een aanpassing, maar ja, ik denk dat het wel tot nu toe al goed gelukt is. Omdat we het ook al met de 6-6 ook een mooie drie punten hopelijk ook nog tegen Deinze kunnen erbij doen. Pronostiek? 2-1.